je vachtje terugkrijgt en het weer warm. En jij, vriend? Ook, hè? Wat gebeurt hier? Oh my god. Oh my god. Hallo. Oh. Hey kijkers van de One Up Public, jullie kijken naar deze gloednieuwe DDG SMP Community Craft aflevering. Er is veel gebeurd, dus ik zal jullie gelijk even vertellen wat er allemaal is gebeurd. We hebben 2 nieuwe inwoners, de invite winnaars zijn op de server gekomen. Tenminste, ik weet niet of Eva er al is, maar Jabber is er zeker, want kijk eens even daar. Hallo, Jabber zijn huisje. Het is een 1-op-1 kopie, nou ja, bijna van mijn huis. De eerste verdieping dan in ieder geval, de tweede verdieping heeft hij nog niet gebouwd. Ik zie dat hij ook een aantal lama's voor zich heeft gewonnen. En voor de rest, hey, kijk eens even hier. Hey Kevin, je maakt leuke video's. Dankjewel, daar ben ik blij mee om dat te horen. Keep it up, deze keer Romein. Dankjewel voor deze hele lieve bordjes. Ik ga ze wel even meenemen, als je dat niet heel erg vindt. Krijg ik die ook? Jazeker. En dan gaan we heel even naar binnen in ons eigen huisje. Het eerste wat we even moeten doen, heel sneu dit schaap. We hebben zijn vachtje geknipt. Hij heeft het super koud waarschijnlijk. Maar er komt natuurlijk niks bij, want hier moet dan gras groeien. Nou weet ik niet of dat gaat lukken als ik hier dirt plaats. Maar ja, dat wil ik toch proberen. Dus we pakken heel even deze blokjes. Dan gaan we heel even dit schaapje gaan wij voorzien van wat gras. Hopelijk, in the end. Zo. Schaapje, schaapje. Ik hoop oprecht dat jij gras krijgt op deze manier. En dat jij dus ook je vachtje terugkrijgt en het weer warm. Dit was niet de bedoeling, dames en heren. Hier moest een hartstikke lief, schattig grasveldje komen met een schaapje. Dat ging eventjes anders dan gepland. Wij gaan het vlees bakken, zodat we wat te eten hebben. Oh, wat is dit kut zeg. Oh. Ja, laten we dan voor zeker voornamelijk kijken of er nog een tweede schaapje is. Want wij hadden hier een schaapje gezien op de berg. Daar is die. Zullen we dat schaapje... Oh, 2 schaapjes. Oh, dit is top. 2 schaapjes. Zullen we die dan even redden? Spin, voor jou maar niks. Ga jij even aan de kant alsjeblieft. Dank je. Ja, laten we even kijken of we dat schaapje kunnen redden. Dan moeten we even wat... hoe heet dat? Juist, jullie weten wat ik bedoel. Graan hebben. Kijk eens even, dat groeit hartstikke goed. Als kool, al zeg ik het zelf. Zo, in principe hebben we daar genoeg aan. Ja, eentje. Meer dan genoeg. Even kijken. Dan gaan wij snel die 2 schaapjes fixen. Dan hebben we er gelijk 2. Dat is natuurlijk stukken beter dan 1, want dan kunnen we ze gelijk laten breeden. En dan hebben we meer wol. En dan kunnen we vlaggen maken. En weet ik het allemaal. Dus let's go. Wij gaan 2 schaapjes claimen. Schaapje, schaapje. Oh, dan moet ik natuurlijk wel weer even genoeg dirt meenemen. Want anders krijgen we ze niet van die helling af. Dus dat doen we heel eventjes. Zo. Komt u maar, komt u maar. Is dat genoeg dirt? Ik denk het wel. 14. Dit schaap kan sowieso... Auw! Auw, auw, auw. Auw, 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 auw. Spin, wat kom jij nou weer doen? Vriend. Vriend. Hoeveel HP heb jij? Jesus. Oké, dit schaapje moet naar beneden komen. Zo. Komt u maar, schaapje. Ik ga jou redden. I hope. Schaapje. Ga je mee? Kan ik hem zo naar beneden krijgen? Ik neem aan van wel. Schaapje, ga je mee? Kom. Bochtje om. Ja, 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 ja. Goed zo, kom jongens. Kom jongens. Ja, lekker bezig. Oké, kom. Dit gaat een stuk beter dan in die vorige aflevering met die kip. Dit gaat stukken beter. Wij nemen gezellig 2 schapen mee naar huis. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij lekker. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Waar zijn ze nou? Hallo. Schaap. Come on. We hebben niet de hele dag de tijd. Wat ik nog meer wil doen vandaag is even denk ik een mooie trap maken naar beneden richting Jabber. Deze deur moet er heel even uit.
Ja? Schaapjes? Zijn jullie er nog? Kom. Kom maar eens even kijken wat ik hier voor moois heb. Is het niet prachtig? Is het niet beeldschoon? Zo. Dan moet ik die schaapjes eigenlijk even hierin krijgen. In het hok. Joejoe. Kom, kom. Hier zo in. Kom maar. Kom. Zo. Door het hekje. Door het hekje. Zo, oké. En jij, vriend? Ook, hè? Wat gebeurt hier? Oh my god. Oh my god. Hallo. Oh. Hey. Ik schrok mij dood. Holy shit, komt er denk ik iemand naar beneden zetten. Oh my god. Oh my god. Zeg hoi tegen de video. Oké, schaap, kom jij eventjes... Hallo video. Schaap, kom jij alsjeblieft even naar beneden. Hier heb ik toch helemaal geen zin in. Zo, hè. Tjonge jonge. Moest dat nou zo lang duren? Ja, eigenlijk wel. Goed, dat is nu geregeld, dus dat is fijn. Wat ik dus wilde doen was dat trappetje maken voor Jabber. Eerst even in mijn kistje boven kijken. Dit is kippetje, hallo. Spider Eye, die kan hier. Strings, die kunnen hier. De wheat kan ook wel hier. Alhoewel, ik pak even twee wheat. Deze doe ik even terug. Want dan kunnen we daar de schaapjes mee breeden. Hé, een ei. Komt er een kippetje uit? Nee, helaas. Kip? Nee. Goed zo, die blijft in ieder geval boven. Vleesje, lekker. Schaapjes, jullie mogen van mij breeden. Zo, doe maar. Klein schaapje erbij. Dan, wat ik dus wilde doen, is die trap maken. Trap, Kevin, daar waren we mee bezig. Daar pak ik even deze blokken voor, vind ik mooi. Deze blokken pakken we daarvoor. En stairs maken we ook even nieuwe erbij. Want ik denk niet dat we er anders genoeg hebben. Stairs, 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 stairs. Zo, 49 stairs. Ik denk dat we het hier wel mee redden voor een stukje. Maar we gaan zo meteen iets spannends doen, hoor, jongens. Geloof mij nou maar. Want we hadden natuurlijk vorige keer... Nou, dat heb ik trouwens helemaal niet laten zien. Maar ik heb een cave ontdekt. Jabber is daar ook al geweest in zijn livestream. Dus daar is al heel veel weggehaald. Maar daar kunnen we even wat meer iron scoren. Wordt het alweer donker? Ik wou donker zeggen. Nee, het wordt wel alweer een beetje nacht inderdaad. Dus daar moeten we eventjes voor oppassen. Zo, deze even weg. Ja. Pa-pa-pam. Ik heb nog wat kobbel voor de dingetjes die... Voornamelijk aan deze kant moet ik dat hebben. 1, 2. Zo. Dit klopt niet hoor. Ik heb het niet recht gedaan. Zo, zombie. Wegwezen. Die creeper ook wegwezen. Ja, hier klopt niks van. Dus hier moet er eentje. Jongen, wegwezen. Boom. Oké. Dat was heel dom, Kevin, wat je daar deed. Heel erg dom. Maakt niet uit. Ja, ik moet eigenlijk overal eentje weghalen. Ja, dit lijkt me vet voor de trap. Dit was mijn idee. Dit vond ik mooi. Want we hebben overal een beetje dat wit wat we doortrekken. Ja, en wat wilde ik dan doen met deze blokken? Ja, ik denk voor het pad. Zal ik een pad leggen naar Jabber? Is dat een idee? Want wat me dan een leuk idee leek, is dat wij... Nou, dan moet ik dan sowieso hier even mee beginnen. Dat ik de gravel in het midden doe. En aan de zijkanten dan die speciale blokken. Ik denk dat dat er wel vet uitziet voor een pad. Zo. En dan hier ook. Zie je, dan lijkt het een beetje een voetpad. Of meer een weg met stoep, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Jullie denken waarschijnlijk, Kevin, wat zit jij nou weer te lullen? Maakt niet uit, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Goed, dan maken wij dus hier een trappetje en dan hier komen weer blokken. Ik denk dat dit best mooi is, jongens. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn. Extra van deze. Heb ik nou die witte ook bij? Nee, die moeten we ook meenemen. Voor dat kleine stukje trap natuurlijk. Dat moet natuurlijk wel een beetje hetzelfde zijn als dit stukje trap. Dus laten we heel even gaan kijken. Zo, deze plaatsen we dan hier, maar dat betekent dat wij deze even weghakken. Klopt, hè? Dit klopt.
En dan hier moet ik weer van deze blokken hebben. 2. En dan plaatsen wij hier bovenop de stairs voor Jabber. Dan doen wij weer hier aan de zijkanten de kobbel. Dan hebben we weer die witte nodig. Die plaatsen we dan weer zo. En dan doen wij voor Jabber even een pad maken. Ja, dit is toch mooi. Ik denk dat Jabber hier ook wel van zal zeggen. Oh, oh, zo. Dit ziet er goed uit. Ja, en dan hebben we eigenlijk gewoon een pad. Zo, van Jabbers huisje naar mijn huisje. Ik vind dat wel mooi. Ik weet niet waar Eva gaat wonen. Eva zag ik net wel hakken. Maar dat zien we vanzelf wel, waar die gaat zitten. Zo, dat is weer een beetje opgeruimd. Dan zie ik wel dat onze pickaxe inderdaad bijna kapot is. Dus laten wij heel even 2 sticks meenemen. En dan ook heel eventjes 3 iron. Naar beneden, naar beneden. Goed zo. En dan gaan wij heel eens heel even kijken. Ik had hier ergens, hier, kijk, de ingang naar de mine. Volgens mij is het hier beneden dus vrij gevaarlijk. Jabber is nog helemaal naar beneden gaan graven. Maar ik ben nog wel een beetje benieuwd wat we hier nog kunnen vinden. Waarschijnlijk heeft Jabber dat best wel gekleerd met zijn fakkels. Niks meer voor ons overgelaten. Goed, wij gaan dan met zijn trappetje naar beneden. Dat is denk ik het beste. Dan kunnen we misschien dit hele stuk beter dichtmaken. Zeg maar aan de zijkanten. Zodat we gewoon weten, oh, we moeten hier naar beneden. En dan moeten we hier natuurlijk wel iets van een trappetje van maken. Want, oh, hé, hey, water. Jabber, Jabber, Jabber. Wat heb je hier allemaal uitgespookt? Oh, hallo. Dit wordt niks. Hallo. Ik zit hier vast. Zo. Au, au. Oh, dit wordt niks. Oh, dit wordt niks. Ik word gehit. Ik word gehit. Ik ga dood. Ik ga dood. Snel, 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 snel. Oh ja, Eva, stuur jij maar een F hoor in de chat. Grote, 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 grote F. Oké, wij gaan snel terug naar die cave, want al onze spullen liggen daar. Rennen, rennen alsof je leven ervan afhangt. Oh, er is gewoon geen één aflevering waarin ik niet doodga tot nu toe. Volgens mij ben ik letterlijk iedere aflevering gestorven. Oh, schiet op, Kevin. Ren naar beneden. Rennen met die beentjes. Volgens mij heb ik wel die skeleton ook precies doodgeschoten. Of neergemapt toen hij mij doodschoot. Dus als het goed is, zijn we wel redelijk clear. Met ons. Kijk, daar liggen onze spullen hoor. En ik zie geen skeleton meer, dus dat is mooi. Zo, hè? We zijn er weer. Oh, en een zombie. Oké, oké, zombie. Redt hij het niet? Ik heb ook alleen maar een fucking zombie. Mag ik jouw broek? Of jouw schoenen? Please? Oh, daar ging mijn zwaard. Dat is niet heel chill. Mag ik je schoenen of je broek? Nee, niks. Ik zie goud, ik zie iron, ik zie een heleboel. Dus laten we dat ook zeker eventjes allemaal fixen. Wat een drama is het weer, hè? Wat een drama is het weer. Oh nee, dit is super zonde. Kevin, wat doe je nou? Je had... Oh, wat zonde dit. Oh, Kevin, je moet nog zoveel leren over Minecraft. Het is echt niet normaal. Goed, dat is weg. En wat hebben we hier allemaal? Oh, wow, wow, wee, wow. Dit ziet er heel nice uit, dames en heren. Ik zie daar nog iron. Dus dat gaan we even pakken. En daar nog meer iron. En een zombie. En Jabber heeft hier gebouwd. Waarom weet ik niet. En ik wil eigenlijk diamonds vinden. Want als we diamonds vinden. We zagen namelijk die obsidian liggen. Dan betekent het dat wij eigenlijk zo goed als naar de nether kunnen. En in de nether kunnen we name tags vinden. En weet ik het allemaal. Dat zou ook wel heel sexy zijn. Lapis. Ook altijd handig om te hebben. Zeker als het niet in de lava valt. Dat kunnen we uiteindelijk gebruiken om te enchanten. Dat is al 42. Lekker hoor. Moeten wij dan hier ergens gewoon gaan stripminen? Is dat een idee? Is dat slim? Eens even kijken. 10 gold, 18 iron. Dus dat is allemaal super. Dus laten wij de stripmine een beetje beginnen. Bij waar onze cave begon. Hier zo. Laten we dan hier een beetje gaan stripminen. Is dat een idee? Oh, hier ligt nog iron. Oké. Waar ga ik de stripmine beginnen?
We beginnen hem hier. Hier om het hoekje. Dit vind ik een goeie. We gaan hier gewoon heel even vooruit. Wie weet vinden we lava. Wie weet vinden we diamonds. Wie weet vinden we niks. Je weet het niet. Dat kan wel eens betekenen dat hier een lava poeltje achter... Huh? What the hell? Dit is weer de route terug. Oké. We hakken gewoon even deze redstone nog weg. Dit is misschien een teken dat de game zegt... Kevin, hier moet je niet aan beginnen. Jij moet lekker terug naar huis gaan. Dat is wat jij moet doen. Zullen we dat dan ook maar doen? Ik maak dit al even dicht, want dit is super verwarrend. We hebben namelijk best wel wat spullen, dus laten we gewoon teruggaan. We zijn ook al een half uur aan het opnemen. Ik weet niet hoeveel de video is qua lengte. Maar ik denk dat dat ook een mooie lengte is voor de video. We hebben een mooi pad gemaakt, een mooie weg richting onze grote vriend Jabber. Eva is nu aan het bouwen, dus misschien hebben we de volgende aflevering ook wel een paadje naar haar kunnen bouwen. Ik denk dat wij in de volgende aflevering gaan kijken of wij een villager kunnen lokken. En gewoon eens even de buurt verkennen. Misschien dat het wel vet is om een soort trappetje helemaal naar boven op die berg te maken, zodat we rond kunnen kijken. Is dat een idee? Dat zou ook wel heel vet zijn, denk ik. Ik ga eens even goed bedenken wat mijn plan de campagne wordt voor de volgende aflevering. Mensen, voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vonden jullie nou leuk? Laat dat dan even weten door een blauw duimpje omhoog. Share some love voor deze schaapjes zonder gras. En dan wil ik jullie graag uitnodigen voor het kijken naar de volgende aflevering. Mensen, hopelijk tot dan. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.